Goedenavond, dit is Van Dien Live. Met vanavond de Iraanse economie. Die is sinds kort helemaal open. En staan Nederlandse bedrijven te springen om daar handel te drijven. Daar gaat de missie bedrijven heen. Wat valt er voor de Nederlandse handelsmissie te halen? En voor topsporters blijft dit natuurlijk de allermooiste. Nummer 1! Ja, dat is de magie van Olympisch goud met kampioenen Minke Boy en Maarten van der Weijden. Maar we beginnen met Willem Holleder. Hij zou vanuit de cel geprobeerd hebben een aanslag te plegen op zijn zussen. Volgens het OM heeft Willem Holleder vanuit de extra beveiligde gevangenis in Vught een moordaanslag voorbereid op zijn zussen Astrid en Sonja en op misdaadverslaggever Peter de Vries. Het OM baseert zich op een getuigenverklaring van een gevangene met wie Holleder omging. Deze getuige zou een telefoonnummer en een codewoord hebben ontvangen. Hij zegt er uiteindelijk niks mee gedaan te hebben. De voormalig Heineken-ontvoerder zou een aanbetaling hebben gedaan van 5000 euro. De rest van het geld zou betaald worden als de plannen echt zouden zijn uitgevoerd. De zussen van Holleder zeggen verbijsterd, maar niet verbaasd te zijn dat hij de kans heeft gekregen een moordplan tegen hen te beramen. Ook zeggen ze dat het moordplan past bij alles wat zij uit eigen wetenschap hebben verklaard en voorspeld. Nou, ik ga erover praten met Jens Oldekalt en Wim van der Pol, twee journalisten die het van nabij volgden, alles van weten. Vandaag was er een zogenaamde pro forma zitting. Dat is de tweede, geloof ik al. Er komt nog een derde. Kun je even zeggen wat daar precies plaatsvindt? Nou, het is volgens mij al de vijfde. Het loopt al heel lang. De stand van het onderzoek werd verteld door de officier van justitie. En een van de nieuwe ontwikkelingen in de stand van het onderzoek was dit vermeende moordplan van Holleder, die mensen zou hebben uitgelokt. Ja, mensen van buiten die waren hier toch wel verrast over, bijna verbijsterd. Die waren dat wel. Was jij dat ook? Of ik was ook verrast, ja. Absoluut, ja. En jij ook? Ja, tuurlijk. Het komt altijd wel even uit de lucht vallen. Maar in het kader van het beeld wat er ondertussen van Willem Holleder is, kan je ook zeggen van, nou, het past misschien ook wel in het patroon. Voor zover dat patroon ook klopt. Is dat patroon dan? Nou, dat is toch, als je kijkt naar met wie Willem Holleder in de loop van zijn leven is omgegaan, in zijn criminele carrière heb ik het dan over, dat een groot aantal van zijn kompanen er niet meer zijn. En dat wordt ook wel in relatie gelegd tot zijn naam en zijn persoon. Dus wat dat betreft kan je zeggen, hij is er wellicht toe in staat. En hij had misschien ook wel een motief door het feit dat degene om wie het hier gaat, zijn zussen, zulke ernstige beschuldigingen aan zijn adres hebben geuit. Maar ja, dan nog, hè, waarschijnlijk past ook in het patroon dat hij altijd daar weer een passende verklaring voor heeft. Ook tijdens de rechtszitting. Kijk maar even. Op het moment dat mijn zusters wat gebeurt, zal u mij daar verantwoordelijk voor houden. Begrijpt u? En zo simpel is het. En het is absoluut niet in mijn belang dat er iets met mijn zusters gebeurt. En daar komt bij, ik wil ook absoluut niet dat er iets met mijn zusters gebeurt. Niet nu, ook niet na aan het einde van de strafzaak, ongeacht wat u zal beslissen of wat dan ook. Ja, als je dit gewoon nogmaals als buitenstaande hoort, dan denk je, nou, dat lijkt ook een logische verklaring. Hij heeft er geen enkel belang bij. Zijn stem breekt bijna als het over zijn zus gaat. Ja, maar goed, ik denk dat hij ook dat heel goed kan feinsen op het moment dat hij beseft dat wellicht dit het verschil maakt tussen een vrijspraak of een levenslange celstraf. Of iets wat ertussenin zit. Dus dan zou ik denk ik ook op slag heel goed een gebroken stem kunnen feinsen. Of in ieder geval op tafel leggen. Ja, jij hebt dezelfde verklaring. Jij denkt ook dat hij daar gewoon een meester in is? Want we hebben het over patronen. Nou, ik denk dat hij heel goed kan feinsen. Ik denk wel dat het wel zo is. Hij staat voor 6 moorden terecht. Dus hij heeft al echt aardig wat aan zijn kar hangen, zeg maar. Deze zaak is niet echt, volgens mij, een zaak die de doorslag zou kunnen gaan geven. Nee. Kijk, wat mij heel erg verbaasde eigenlijk is waarom het Openbaar Ministerie dit vandaag naar buiten bracht. Want normaal brengen ze iets, een lopend onderzoek. Het onderzoek is niet voltooid. Ze zijn er nog mee bezig. Ze hebben de zaak niet opgelost. Houden ze dat geheim om het onderzoek niet te hinderen. En dit hebben ze vandaag wel naar buiten gebracht. Dus ja. Maar wat vermoed je dan? Wat zit nou, ik vermoed dat het is om de druk op te voeren. Want deze zaak mag voor het Openbaar Ministerie natuurlijk niet misgaan. Dat is volgens mij. Nee, maar natuurlijk is het bedoeld om de druk op te voeren. Maar hier verwachten ze dus echt heel veel van. Hij staat dus terecht voor 6 moorden en 2 pogingen. En dan komt dit. En hier staat hij nog niet voor terecht. Dus dit is nog in onderzoek. Het is nog niet voltooid. Het is een verdenking op dit moment. Nee, maar je zegt niet voor niets. Het komt dus nu op dit moment erbij. Dit komt er gewoon bij. Dit kan zelfs doorslag geven. Ze hadden het ook kunnen verzwijgen. Ze hadden het ook gewoon in de mouw kunnen houden. En gewoon het helemaal uit kunnen zoeken.
En dan op een zeker moment, als het voltooid, voldragen zou zijn, gewoon naar buiten kunnen brengen. Betekent het dan dat ze heel zeker van hun zaak zijn? Of juist niet dat ze dit gebruiken? Nou, ik vind eigenlijk het een beetje toch een zwaktebod dat je dit nu doet. Ja. Omdat je hebt eigenlijk al zes zaken liggen. Je hebt twee pogingen heb je nog. Wat is nou eigenlijk de reden? Dat vroeg de advocaat van Holleder ook. Van waarom wordt dit nu naar buiten gebracht? Is dit in het belang van het onderzoek? Vroeg hij zich retorisch af. En het Openbaar Ministerie antwoordde daar niet op. Logisch dat die advocaat dat probeert. Maar het Openbaar Ministerie denkt dan we moeten zoveel mogelijk aandragen. Ze willen natuurlijk ook heel graag nog binnenhouden. En dit zou daar wel eens bij kunnen helpen. Ja. Want dit staat natuurlijk niet heel lekker op als een rechter inderdaad ook denkt dat dit aanslaat bij de feiten zoals die door het Openbaar Ministerie worden gepresenteerd. Nou, is het wel belangrijk om te weten hoe het met die zussen precies zit? Dan moeten we even een herinnering nog roepen, want ze zijn doodsbang voor hem, maar dat is niet voor niets. Een van de zussen, Sonja, die heeft een fragmentje opgenomen. Daar was hij ook altijd heel slim in. Hij wist wanneer iets wel en niet opgenomen zou worden, dachten we allemaal. Ja. Maar het is er gelukt om dit op te nemen. Dit is een stinkvaart. Weer wat op papier gaat zitten, vieze hoer. Dan dragen mee. Dan dragen mee. Maar maak gelijk kort net, hoor. Nee. Maak gewoon gelijk kort net, maak niet over, hoor. Klaar, man. Kijk uit wat je zegt, hè. Dat is raar wat je zegt en wat je doet, hè. Want je kan niet overal mee wegkomen, hè. Jij moet je bek houden nou tegen mij. Begrijp je dat? Ik probeer dan schop je hier door je hele straat. Wie denkt dat je grote bek tegen mij kan hebben waar iedereen bij is? Wie denk je dat je bent? Je moet niet tegen me schreeuwen. Nee. Moet je niet meer doen. Want de volgende keer trap ik echt je kant op in de hand. Pik het niet waar mensen bij zijn dat jij tegen mij schreeuwt. Begrijp je dat? Ik ben een bekende Nederlander. Ik laat me door niemand hier aankafferen. Wie dan ook. Begrijp je dat? Ja, dat is, we moeten er ook onmiddellijk Urgen Bach natuurlijk hebben kende in Nederland. Maar toch niemand uitkomen. Inderdaad, dat is wel een sterk argument. Maar ja, dat betekent dus wel, dit is opgenomen, dit is heel hard. Dit laat totaal andere kant van hem zien. Hè? Ik bedoel, is het voor jou ook, dit, je kent die persoon, je hebt hem ook een paar keer ontmoet, Willem Holleder. Ja, maar dit verbaast mij niet. Ik bedoel, iedereen, dit was in de periode dat iedereen ongeveer aan zijn lippen hing en een handtekening wilde, met hem op de foto wilde. Ja. Alsof het een of andere knuffelcrimineel was. Maar we hebben het nog altijd over de ontvoerder van Heineken om mee te beginnen. De afperser van onder andere Willem Enstra, nog een aantal mensen. En allicht ook iemand die niet gewoon in verband wordt gebracht met een x-aantal liquidaties. En, ja, dus dan moet je niet gek maar staan te kijken dat iemand ook een hele gewelddadige kant heeft. En ook bereid is om... om heel makkelijk geweld toe te passen. Ja, dit is die andere kant, is heel wat anders dan de knuffelcriminelen. Ja. Inderdaad, die hele fijne mokumse jongen die zo graag altijd naar de oude westen staart. Iemand die dus gewoon heel erg goed kan intimideren, ook gewend is om te intimideren en te dreigen. En voor wie dit een soort tweede natuur is op momenten dat. Ja, en op het juiste moment aardig te zijn en dat af te wisselen met wat harder gedrag. Ja. Ja. Wat kun je met zo'n tape? Ik bedoel, want hoeveel waarde heeft die? Nou, het is allemaal, het is sfeer maken in feite. Ja. Hè? Want op zich zijn alle verklaringen die de zussen hebben afgelegd voor een deel. Ook de Audi toe van horen zeggen. En er zitten een paar elementen in die echt wel heel erg hard zijn. Bijvoorbeeld, hij zegt, meen ik één keer over Enstra, zegt hij, daarom heb ik het gedaan, zegt hij fluisterend. Nou, dat is... Ja, kijk dan... Dat zijn natuurlijk ernstig belastende dingen, maar er zit ook een heleboel rook bij en sfeer maken. En in dit soort rechtszaken speelt dat toch een grote rol. En daarom... Ja, maar wat vraag ik me ook sfeer maken af... speelt een grote rol. Ja. Dat wil zeggen, dit... Beeldvorming. Dat is ook... Rechters zijn ook mensen. Ja. En de rechters voelen ook de druk van het publiek. Dat zie je ook, dat ze zijn natuurlijk toch wat zwaarder gaan straffen soms. Ja, toch zag je bijvoorbeeld in de Andes-zaak, waar Denny Kuijtens en Dick Vrij terecht stonden, dat daar ook dingen op tape waren opgenomen, waarin iemand zegt, nou, ik heb dit of dat gedaan. En dat diegene dan later bij de rechter zegt, ja, nee, maar ik was gewoon een beetje stoer aan het doen. En nou ja, dat wordt dan ook dan maar zo. Er is nog wel één ding wat wel interessant is. Kijk, je hebt het natuurlijk niet over mensen uit de academische wereld die met elkaar praten natuurlijk. Het is wel een modus van spreken natuurlijk. En daar kan je achter verschuilen. Dat agressieve ook. En, ik heb een reputatie in het milieu op te houden. Dus ik moet een beetje stoer doen. Dus dit soort dat is ook allemaal wel goed uit. Ja, dat kan hij zeggen. Dat zal zijn advocaat ook gebruiken. Wellicht, ja. Misschien. Dat is toch een beetje... Er is weinig keihard bewijs. Nu is het wel belangrijk, hè? Die nieuwe verdenkingen. Inderdaad, dat vind je ook. Dat is echt een essentiële ook. Het is nog steeds geen keihard bewijs. Zelfs niet in dat ene bijzinnetje over Enstra. Nou, ik denk dat dat wel een rol kan spelen. Een andere getuige heeft Osdorp eerst gezegd. En daarmee doelde hij dan op iemand die in Osdorp woonde. Dat zijn toch dingen die komen wel... in de buurt van echt belastend bewijs. Ja. Maar er is een heleboel bij wat eigenlijk niet zo, als je het op de keper gaat beschouwen, niet zo keihard is. Wat wel opvallend is, de nieuwe verdenkingen door het OM. Hè. Hij zou
opdracht hebben gegeven aan een paar mensen van, dan moet ik even kijken, van de misdaadbende No Limited Soldiers. Dan moet jij dat maar misschien No Limited Soldiers. Ja. No Limited Soldiers. En die mensen zou hij dus opdracht hebben gegeven om Peter R. de Vries en zijn twee zussen aan te pakken, te vermoorden zelfs. Ja. Maar dan denk je, hoe kan het? Hij zit in een EBI, de meest zwaar bewaakte gevangenis die er is. Hoe kan het dat het zelfs van daaruit mogelijk blijkt? Nou, het is nog niet bewezen. Dus het is niet bewezen, maar, nee, maar laten we kijken of het mogelijk is om op die manier te communiceren. Nou, in de EBI's zitten gedetineerden met maximaal 4 mensen op een afdeling. Dus die kunnen met die 4 mensen op gezette tijden, gedurende de dag ongeveer, contact hebben. In de EBI worden alle telefoongesprekken in principe afgeluisterd. En op sommige plaatsen, heel veel plaatsen, worden ook gesprekken onderling van kunnen worden gemonitord. Maar er zijn ook in de EBI plaatsen waar je zonder afgeluisterd kan worden. Dus het gaat om het zou kunnen. Het zou kunnen, ja. Er zijn altijd ergens in de ketting, ook in een EBI is een zwakke schakel. En de EBI is natuurlijk vooral opgericht dat mensen niet naar buiten toe ontsnappen. En dat mensen goed gemonitord kunnen worden. Maar dat wil niet zeggen dat het 100% is. Want het is en blijft mensenwerk. En er zijn altijd methodes in een gevangenis, blijkt tot nu toe, waar ter wereld ook, dat er gecommuniceerd kan worden, dat er boodschappen naar buiten kunnen worden gebracht, spullen naar binnen of naar buiten gaan. Dus de roep om, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die zeggen, ja, maar dit is geen echte zwaar bewaakte gevangenis. Nou, dat is het wel. Moet je garantie bieden, maar dat kan niet. Er is de laatste tijd een beeld ontstaan dat het in het Nederlands gevangeniswezen niet helemaal gaat zoals het hoort. Nee. En dat er overspannen personeel is, de werkdruk is hoog. Er zijn opstanden, mishandelingen. Het gaat bijvoorbeeld een strenge gevangenisregime, mensen die dat dan roepen. Jij denkt dat is onzinnig. Ja, jawel, maar, nou, onzinnig, maar het gaat dus niet helemaal lekker in het gevangeniswezen. Dus dit zou misschien ook wel het is niet alleen zo dat. Kijk, ik vind het ook niet echt. Het heeft niet de charme van de waarschijnlijkheid, dit verhaal, vind ik. Los van het feit of het zo is of niet. Kijk, het is niet alleen zo dat gesprekken worden afgeluisterd. Bewaarders die observeren mensen ook. Dus als er bijvoorbeeld al te veel gesmoest wordt, dan wordt daar een rapport van gemaakt. En dan wordt er gezegd van wij vermoeden dat. En wat ik ook nog een punt vind, kijk, criminelen in het algemeen van het zwaardere allooi, die hebben de gewoonte om niet over zichzelf te praten. Sommige mensen die willen zelfs helemaal niet benaderd worden door andere mensen die ze niet kennen. Omdat, wie weet, wordt het ook nog eens een keer een kroongetuige tegen hen. Hè? Dan kunnen ze van allerlei feiten op gaan dissen en er nog een verhaal bij gaan verzinnen. Waardoor het maar je hebt ook figuren die weer tegenovergestelde aanhangen, die ontzettend graag op de praatstoel zitten. Ja, oké. Okay, maar Willem Holleder stond niet bekend als iemand die zeg maar zakelijk voluit tegen iedereen maar zijn. Dat zie je aan de communicatie. Dus jij vindt het onwaarschijnlijk met die No Limit Soldiers uit Curaçao? Ik weet het niet. Ik wil graag de feiten zien. Maar wat ik wel weet. Kijk, alles is gebaseerd op het verhaal van één medegedetineerde. Ja. Die heeft eigenlijk de crux van het verhaal verteld. Die daar ook weer belang bij kan hebben. Dus dat maakt het zwak. Het aardige is, in dit verhaal zoek je altijd naar punten waarmee je het kan bevestigen. Je kunt bijvoorbeeld, iemand kan iets beweren, maar moet het door andere feiten gestaafd worden? Nou, dat mobiele nummer, dat bestaat niet, dat is niet aangetoond. Die 5000 euro die ze zouden hebben betaald, er is ook geen ondersteunend bewijs voor gekomen. Dat zei de advocaat van Holleder ook. Dus, nou, dat zijn toch dingen die je dan rond moet maken. Je hebt niet genoeg aan één zo'n verklaring natuurlijk. Nee, dat betekent dus dat je daar niet genoeg aan hebt. Maar die soldiers, die No Limit Soldiers uit Curaçao, wat zijn dat voor gasten? Want daar kun je het misschien iets beter praten. Nou, het is een vrij gewelddadige street gang uit Curaçao. Met liaisons naar Nederland. Dan met name Antillianen in Nederland, bijvoorbeeld in de Bijlmer. liaison met een groep die bijvoorbeeld de Green Gang heet. Dat is een rapgroepering met behoorlijke criminele antecedenten. De No Limit Soldiers hebben zelf zware criminele antecedenten. Die zijn voor moord en doodslag op de bond gegaan. Dus kun je hem een boodschap sturen? Herman Mills. Is er vanuit Holleder gedacht, als je denkt ik wil een paar mensen laten omleggen, dan kunnen deze mensen die hebben een netwerk. De vraag is alleen of Willem Holleder, die natuurlijk wel bekend staat als een groot strateeg, naar de eerste de beste Antilliaan in zijn cel stapt. Goed, dus hij heeft misschien niet zoveel keus. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Maar het lijkt niet waarschijnlijk, want je hebt het steeds over de patroon. In eerste instantie niet. In eerste instantie sluit het mijns inziens niet aan bij het patroon dat van Willem Holleder de stratege bekend is. Maar goed, ja, als je echt denkt van deze verklaringen van mijn zussen die gaan mij zo ernstig in de weg in de wielen rijden, hier moet ik iets tegen doen. Je moet een finale maatregel nemen en snel ook. En ja, dit is je enige contactpersoon. Wie weet. Staat het OM uiteindelijk nu, na al die tijd, heel erg sterk? Of krijgen we straks toch weer het bericht Holleder op vrije voeten? Ik denk dat er nog heel wat gezegd had worden. Ik zou nog niet. Het is nog geen gelopen wedstrijd. De verdediging van Holleder ligt namelijk ook onder vuur. Hè? Tegenzijdige belangen. Ja. Hoe zit dat precies met die advocaat? Stijn Franke is een advocaat die Holleder sinds 2007 bijstaat. En die is ook advocaat geweest van
Sonja Holleder. In een witwaszaak. Ging over een erfenis toen? Dat ging over een erfenis van Cor van Hout, haar echtgenoot. Hij heeft in die zaak heeft hij Sonja Holleder bijgestaan. En hij staat nu nog steeds haar broer bij. En op dit moment is er sprake van een tweezijdig belang, tegengesteld belang. En bovendien heeft hij samengewerkt met Astrid Holleder. En in die zaak, wat dan heet confraterneel overleg gevoerd. Pardon? En dat is het overleg tussen advocaten. Oh, ja. En ook dat is, daar zit vertrouwelijkheid en geheimhouding aan vast. Confraterneel overleg. Dus hij kan die informatie die hij daar heeft gekregen, kan hij niet zomaar altijd gebruiken. En hij heeft zich daarover in contact gesteld met de deken van advocaten. Kan dit wel? En hij heeft met de deken een overeenstemming erover bereikt. Dat is een heel sterk punt voor hem, dat hij contact heeft met de deken. Hij heeft onmiddellijk aangemeld, dat dilemma. En er is gezegd van, nou, dan moet maar een andere advocaat, bijvoorbeeld Sonja Holleder, ondervragen als er een verhoor plaatsvindt. Maar het blijft een netelige kwestie waarbij die toch wel een beetje op eieren loopt. En er is je hebt veel over geschreven. Je hebt veel over patronen geschreven. Ja. Ook, je hebt ook een verhaal geschreven, want al die namen op een gegeven moment gaan ze allemaal door elkaar. Dat lijkt een soort Russische literatuur op deze manier. Hans Nijman komt om de hoek kijken. De heer Ron Nyquist komt om de hoek kijken. Ja. Hoe zit dat? Ron Nyquist is een inmiddels overleden Brabantse topcrimineel die met zijn groepering in 2000, of in eind vorige eeuw, begin 2000, 20 miljoen gulden bij Willem Enstra heeft gestald. Er was in die tijd bekend wat er gebeurde met mensen die hun geld kwamen opeisen bij Willem Enstra. Daar is bij een aantal van hen niet zo goed afgelopen. Nyquist stapte op een gegeven moment in zijn auto en die werd opgeblazen. En die meende dat Enstra en Holleder erachter zaten. Of daar bewijs voor was, dat weet ik niet. Maar Nyquist dacht van wel. En Nyquist heeft 14 jaar in de gevangenis voor dubbele moord later gezeten. Maar Holleder heeft altijd het idee gehad dat als Nyquist buiten zou komen, Nyquist kennende, hij het geld zou komen halen. En ik was met een verhaal over Nyquist bezig. En daar heb ik Willem Holleder op een gegeven moment mee geconfronteerd. Omdat hij altijd, als ik hem in de kroeg tegenkwam in de Jordaan, vroeg van, hey, ben je nog ergens mee bezig? En dan meestal was dat een leuk gesprek. En nog een bakkie thee, jongen. En nu kreeg ik ook een bakkie thee. En dus ik zei alleen op zijn vraag van, nou Willem, nu je toch vraagt, ik ben bezig met een verhaal van Ron. En ik zei niet eens Nyquist, ik zei Ron. En toen? En toen werd dat gezellig gesprek in één keer vrij ongezellig. In die zin dat hij geen woord meer uitbracht. Behalve dat hij zei van, ik heb helemaal niks over die man te melden. En, alleen hij kijkt mij niet meer aan, hij kijkt naar mijn oren. En die passage die herken ik uit een boek van Stille Willem, van Harry Lensing. Daar kwam exact hetzelfde voorbeeld van Holleder in. Dat hij in één keer kon die sfeer kantelen. Ja. En die oogstand werd helemaal anders. En toen liep hij uiteindelijk weg. Toen heeft hij de thee betaald. En twee dagen later kwam ik hem tegen. En toen was het weer heel gezellig. Nou, we kunnen niks vaststellen. We hebben wel genoeg patronen vastgelegd, zodat je er niet van, je kan er niet van uitgaan, maar op vrije voeten, die kans die komt, is erg klein. Mag je dat concluderen? Ja, dacht ik niet zo groot die kans, nee. Zeker niet. Oké, goed. Ik dank jullie heel hartelijk voor dit gesprek, heren. En er is trouwens goed nieuws te melden, begrijp ik ook. Ebru Umar mag Turkije uit. Ik dank u voor dit gesprek. En straks na de reclame. De Iraanse economie die is sinds kort helemaal open. کاملا ورق خورده است و صفحه جدیدی آغاز شده است. Valt er nog iets te halen voor Nederlandse bedrijven in Iran? Deskundigen over de handelsmissie die nu op dit moment jaagt op orders in Iran. Tot zometeen, blijf kijken. Lange tijd leek handel drijven met Iran onbereikbaar. Maar op dit moment is er een Nederlandse handelsmissie op weg naar Iran. Met 45 bedrijven die er allemaal brood in zien. Nederlandse bedrijven ruiken nu hun kansen weer. Ik denk zeker Joepie, want kijk, de groei in Nederland valt nog steeds tegen. Het helft van het MKB-bedrijven groeit op dit moment maar in Nederland. We hebben veel starters, maar die hebben moeite om te groeien als ondernemer. Dus bij die export liggen nog steeds kansen. Nou, Iran is een groot land met veel consumenten. Dus ik zou zeggen, ja, ga erop af. Nou, ook volgens Hans Biesheuvel dus, hè, grote kans. Ik praat erover met Leo Korte, Arabist en de Mongolische Iran-kenner. 45 bedrijven zijn naar Iran. Volgens Hans Biesheuvel is dat een grote kans. Die kunnen ze grijpen. Heeft hij gelijk?
Absoluut. Het is een vreselijk belangrijke economische macht in het Midden-Oosten. Dus groter dan qua inwoneraantal dan Saoedi-Arabië. Hele grote middenklasse wordt er ook geroepen. Een grote middenklasse, een beginnende industriële ontwikkeling ook. Ze lopen wel wat achter, maar dat is er. Qua inwoneraantal groter dan Saoedi-Arabië. Er zijn olieinkomsten ook belangrijk. Dus er is geld om dingen te kopen. En ze hebben enorme plannen en ze hebben visie. Dus er is van alles. Nou, moet je kijken. Dat inderdaad, Hans Biechshoven zou het bijna niet beter kunnen zeggen. Maar denk jij er hetzelfde over? Nou, ik ben iets kritischer, denk ik. Dat komt niet door het feit dat inderdaad het land, de bevolking en de situatie heel veel potentie bieden voor Nederlandse economie, maar ook voor Europese economie. Vooral omdat het systeem, het politieke systeem, laat dat niet echt erg toe. Er is een strijd gaande intern tussen aan de ene kant de hardliners, aan de andere kant de reformisten, de hervormers. Ja. Dat is van president Rouhani. En die strijd wordt alleen maar heftiger. Revolutionaire garde. Omdat uiteindelijk de Ayatollahs nog steeds het woord zeggen hebben als het er echt op aankomt. Inderdaad. En president Rouhani is aan de macht gekomen met de belofte dat niet alleen de centrifuges moeten draaien, maar ook de economie moet draaien. Letterlijk heeft hij dat gezegd. De vraag is of hij dat inderdaad voldoende steun heeft vanuit de regering, maar ook vanuit de militairen, die dus in Syrië vechten, om heel veel openheid te laten ontstaan, om de bedrijven weer binnen te krijgen, economie te verbeteren, maar vooral de banken, de investeerders te overtuigen dat hun geld veilig zit in Iran. Tuurlijk, maar daar is hij dus nu mee bezig met dat proces. En jij denkt, zolang dat allemaal gaande is, kun je als bedrijf nog wel je bedenkingen hebben. Is het niet helemaal zeker dat je daar zaken kunt doen? Kijk, er is een overeenkomst geweest tussen zes grootmachten, waaronder vooral Amerika en Iran. Dat is inmiddels bijna 100 dagen voorbij. Het is een overeenkomst geweest, ik kan het vergelijken met een huwelijk. Het is een ongelukkige, maar verstandig huwelijk tussen Amerika en Iran. Ja. Een huwelijkscontract is dan het overeenkomst van 160 pagina. Maar er is nog wat gaande. In dat huwelijk gaat het niet helemaal lekker. Aan het komt erop neer, we willen nu weten wat er met die bedrijven gebeurt. Die 45 bedrijven, gaan die daar een goudmijn aanboren? Ik denk dat de rol van Europa, en dan kom ik ook bij bedrijven terecht, de rol van Europa is om ervoor te zorgen dat dat huwelijk blijft doorgaan totdat de duidelijkheid komt wat gaat er gebeuren in Amerika, welke president er is, zodat grote investeringen gedaan worden. Dus ik denk dat het goed is om te weten, om dit soort reizen te doen met minister Kamp of andere ministers van Nederlandse komaf, om een beetje te verkennen hoe de situatie is. Iran heeft heel veel mogelijkheden, potentie. Tegelijkertijd, voorzichtigheid is wel belangrijk om te weten of die investeringen op lange termijn zich kunnen terugbetalen. Ik zou zeggen, het is inderdaad dan meer een symbolisch bezoek. Even een verkennend bezoek ook. Je kunt nog geen spijker in de koppen slaan. Nee, nou, waarom niet eigenlijk? De sancties tegen het zijn een aantal dingen die spelen. Kijk, in de eerste plaats worden die sancties langzaam opgeheven. Dat wil zeggen dat, het gaat gewoon de goede kant op met Iran. Je kunt gewoon ervan uitgaan dat je op de middellange termijn, lange termijn, gewoon goed zaken kunt doen met Iran. Dat er geen sancties meer in de weg zijn. Maar even wachten voordat het academisch wordt. Mag ik even weten, wat gebeurt er nu op deze handelsmissie? Is die verkennend? En moet je daar gewoon op instellen? Of kunnen ze nu deze handelsmissie, deze 45 bedrijven, kunnen die nu al spijkers met koppen slaan? Sommige wel. Ik denk dat je die handelsmissie eigenlijk in twee groepen moet onderverdelen. De big boys erin, die hebben allang zaken voorbereid. Het feit dat de minister Kamp erbij is, en dan heb ik het echt over infrastructurele werken aan luchthavens, aan havens, et cetera. Echt de grote orders, die zijn al voorgekookt. Maar dat gaat eigenlijk bijna altijd zo, toch, bij handelsmissies? Nee, want je hebt ook kleinere bedrijven. Dat is een beetje franje. Die gaan eigenlijk mee. Dat zijn mensen die eigenlijk niet zo goed weten wat ze moeten doen. Ja. Die hebben geen contact in het land. Ja. Die gaan een beetje mee met de grote broers. En die testen het water eigenlijk. En kijken dan of er misschien ook iets voor hun bij is. Dus eigenlijk vaak niet de verstandigste manier om zaken te doen. Zo'n handelsmissie is een deel franje, een deel diplomatieke boodschap. En sommige geluksvogels die halen er ook nog een deal uit. Klopt. Waar heeft Iran behoefte aan? Iran heeft behoefte aan eigenlijk alles. 30 jaar onder sancties, vooral afgelopen 8 jaar onder een van de zwaarste sanctieregimes ooit in de moderne tijd. En heeft eigenlijk behoefte aan alles. Op Nederland gericht, behoefte aan verbeteren van de agrarische sector, infrastructuur, vliegvelden, olieraffinerijen. En eigenlijk op alle gebieden waar innovatie in zit, maar vooral investeringen.
heel veel investeringen. Want zonder investeringen kan het land niet op de voeten staan. Er is ook heel wat gaande. De vraag is, kan Iran verbeteringen en investeringen binnenhalen zonder verbetering van mensenrechten, van vrijheid van meningsuiting? Een paar dagen geleden weer een Iraans-Britse journalist is opgepakt. Mensenrechten situatie is slecht. 3 executies per dag is hoogste dan de tijd van Ahmadinejad. Dus dat zijn allemaal wel alarmerende onderwerpen waar je dan kan zeggen, nou ja, oorlog in Syrië ook. Hè? Dus is het land wel voorbereid om heel veel investeringen van het Westen te ontvangen? Maar allemaal argumenten natuurlijk, waar Westerse bedrijven natuurlijk over na zullen denken. Dus ik ben mee eens dat het wel een constructieve bezoek is, een verkennend bezoek, voor vooral kleinere bedrijven. Maar ik denk dat grotere jongens in die zin zullen wel heel voorzichtig zijn, totdat duidelijk is. Want kijk, de sancties op nucleaire installaties is wel opgeheven, maar de sancties op militair, op terrorisme en op mensenrechten. Ben ik niet geheel met je eens. Grote bedrijven kunnen niet al te lang wachten, want als je te lang wacht, dan ben je te laat. Dus je moet het nu doen. Je moet nu zeg maar de sprong wagen. En niet voor niets zie je ook dat er heel veel handelsmissies zijn. Afgelopen najaar was er een handelsmissie, nu is er één. En zijn er nog 2 in het vooruitzicht. Amerika heeft niet ingestemd met het gebruik maken van het dollar als internationaal systeem voor Iran. Ja. Dus heel veel van het verkochte olie, wat dus in Aziatische banken zit, kunnen Iraniërs niet in eigen banken krijgen, omdat ze dus niet dollar kunnen gebruiken. Nee. Tegelijkertijd zie je dat de sancties op wegens terrorisme in Amerika door het congres, vooral geldt voor revolutionaire garden. Ja. En 40% van de economie zit in handen van revolutionaire garden. Ja, je moet bedrijven zijn heel erg goed uitkijken of dat je precies zaken doet in Iran, met welke bedrijf je zaken doet. Want de revolutionaire garde heeft inderdaad veel bedrijven. Maar op het moment dat je dat kunt checken, en bijvoorbeeld er zijn allerlei overheden in Europa, ook bijvoorbeeld de Engelsen, zeg maar de Britten, die hebben netjes op hun website staan van welke bedrijven je gewoon geen zaken mee kunt doen, omdat daar de revolutionaire garde achter zit. En hou je daar gewoon netjes aan, dan kun je gewoon zaken doen in Iran. Nou, in Iran is dat nog niet bekend. Ik denk dat het ook heel moeilijk wordt om dat bekend te maken. En tegelijkertijd, het land heeft niet echt een private sector. Dus het is toch wel heel erg semi-overheid. Dus het is heel moeilijk om achter te komen op dit moment. Ja. Welke bedrijven wel, bij wijze van spreken. Ook voor grote bedrijven is het dus heel moeilijk om erachter te komen. Nou, grote bedrijven is het wat makkelijker juist. Omdat ze zaken kunnen met de staat doen. Nou, maar je zegt net, voor grote bedrijven, toch even oppassen. Nou, vooral om geld te krijgen. En vooral omdat ze niet. Kijk, Amerika heeft de roet in het eten gegooid in die zin. En daar ben ik eigenlijk niet zo tevreden over. Omdat ik denk dat het heel goed is dat het land open wordt gemaakt. Voor het Westen, voor bezoeken, mensen die naartoe gaan, voor toerisme, studentenuitwisseling. Alleen, ja, dat financieel systeem en het feit dat banken niet het dat is iets dat komt nog. Ik bedoel, dat moet gewoon een logische volgende stap. Ja, dat moet gewoon groeien. Natuurlijk is het altijd een onzekere factor. We weten niet wat de volgende Amerikaanse president gaat doen. Exact. Of Clinton of Trump. Dat klopt, dat is ook zo. Maar aan de andere kant, Europa gaat ook niet wachten op Amerika. Kijk, de tijd dat Amerika sancties instelde tegen Europese bedrijven die investeerden in Iran is over. Dat had je in de tijd. Als Westerse bedrijf, als je zaken deed in Iran, of althans investeringen pleegde, dan kreeg je straf als je ook een vestiging had in Amerika. Ja. Nou, dat is inmiddels over. Europese bedrijven gaan inderdaad niet wachten op Amerika. Ik hoop dat het ook zo is. En ik denk dat het ook heel goed is. Tegelijkertijd, het Amerikaanse financieel systeem is heel erg dominant in het bepalen van of er nou wel sancties. Denk aan hoeveel miljarden Europese banken hebben moeten betalen wegens Amerikaanse sancties in de afgelopen tijd. Laten we dan toch even kijken met dit gesprek in gedachten naar de deal, de historische deal, zoals hij vaak genoemd natuurlijk, die Obama sloot met Iran. This deal demonstrates that American diplomacy can bring about real and meaningful change. Change that makes our country and the world safer and more secure. کار عمومی بود کاملا ورق خورده است و صفحه جدیدی آغاز شده است. Ja, zo werd natuurlijk gebracht, een optimistisch verhaal. Dit is een regime waar je makkelijk zaken mee kan doen. Natuurlijk, ze steunen Assad, maar er zijn anderen die nog veel erger zijn. Die IS bijvoorbeeld steunen. Dat verhaal kwam naar voren. Hoe optimistisch was dit moment? Heel erg, heel erg. Dit is een grote verandering in het Midden-Oosten. Het gaat dingen veranderen. Ik ben er zeer hoopvol over. Wat gaat het met name veranderen? Nou, wat gewoon erg belangrijk is, is dat je hebt een aantal grote crisis, oorlogen in het Midden-Oosten. In Jemen, met name Jemen en Syrië en ook natuurlijk in Irak. En het is gewoon zo dat Iran is een partij in die crisis. Op het moment dat je niet met Iran
kunt praten omdat er sancties in de weg staan, of omdat we dat gewoon niet doen, omdat er geen diplomatieke betrekkingen zijn. Kun je die crisis gewoon niet oplossen? Of moet je via indirecte kanalen gaan werken? Dus dit is heel erg goed. Eindelijk kunnen we een oplossing voor Syrië kun je onderhandelen. Althans, je kunt de Iraniërs zover krijgen dat ze druk uitoefenen op Assad. Ja. En dat is heel erg gunstig. Hetzelfde geldt voor Jemen. Het is een hele belangrijke overeenkomst geweest. Ervoor heeft gezorgd dat de tijd die Iran had om een bom te kunnen maken van 2 maanden ongeveer naar 1 jaar is gegaan. Tegelijkertijd de sancties is opgeheven voor een deel. Hoewel, Iraniërs hebben nog niet voldoende geld teruggekregen dat ze wilden. Daar zijn ze een beetje boos over. Ja. Maar tegelijkertijd de vraag is of Iraniërs bereid zijn op dit moment, vooral de revolutionaire garde, de militairen, om bijvoorbeeld over Syrië te praten met Amerika. Obama heeft in de afgelopen 3 maanden 2 brieven geschreven aan de hoogste geestelijke in Iran, die dus revolutionaire garde een beetje regelt. En daar heeft hij geen antwoord op gekregen om te zeggen, nou ja, laten we de laatste paar maanden met elkaar het probleem van Syrië oplossen. Als er niks aan de hand is, had je toch antwoord gekregen? Nee, kijk, ik vind het heel hoopvol wat je bijvoorbeeld direct vorig jaar al zag. En toen moest de deal, de definitieve akkoord moest worden ondertekend. Het was de inname, de herovering door het Iraakse leger plus milities van Tikrit, die stad in het noorden van Irak die in handen was van IS. Dat is gelukt. En daar hebben de Amerikanen wel degelijk samengewerkt met de Iraniërs, zodat het mogelijk werd. En dat was heel erg gunstig. Op de grond, beide partijen hadden gewoon belangen daarbij. En het was gewoon een samenwerking. Dus dat is gewoon heel hoopvol later voor Syrië. Ik zeg niet als een profeet dat er morgen ineens vrede uitbreekt in Syrië. Dat gaat helemaal niet gebeuren, want Iran en Amerika zijn slechts 2 van de partijen. Er zijn nog veel meer partijen. Maar er is wel veel meer effort op de achtergrond. Nou, laten we er geen sprookje van maken, maar in ieder geval hoopvol. Die missie die zal in ieder geval misschien iets meer dan symbolische waarde hebben. Ik hoop het zo mooi samen te kunnen voor de heren. Hartelijk dank. En straks na de reclame. Nummer 1! Ja, beter kan niet. Gouden sporters Maarten van der Weijden en Minke Boy over de magie van de Olympische Spelen. Tot zometeen. Blijf kijken. Ooit was het voor een bepaalde leeftijd, maar tegenwoordig kan iedereen zich verlekkeren aan foute filmpjes. We have never brought up a generation of boys with access to hardcore pornography. I think it's terrifying, the potential scale of this. Wat doet het met die jonge hersenen? Every bit of spare time I have in the day is watching porn. De Z-Doc, het effect van porno op je brein. Morgen 8:30, RTL Z. Dit is scheren. Een mesje. Veel mesjes. Mesjes hier, mesjes daar, nog wat extra mesjes. Wow, dat is geen mesje. Dat lijkt wel een schild. De beschermende strips voor en na de mesjes vormen een schild tegen irritatie voor een gladde, comfortabele scheerbeurt. De nieuwe Pro Shield van Gillette. The best a man can get. Those blades you just saw, I can get you a deal on them. Just join our little club. Onze beste mesjes, gratis thuis bezorgd wanneer jij dat wil. Kies vers. Kies sissend sappig. Perfect gekruid. Zwoele zomeravond. Watertandenmals. Veelzijdig op de barbecue. En altijd de laagste prijs. Vers van Lidl. De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Tegenwoordig hebben we het goed voor elkaar. We laten steeds meer voor ons doen. De dagelijkse boodschappen bijvoorbeeld. En soms de tuin. Je kunt je auto laten inparkeren. En je huis per dag laten verhuren. En ja, ook je geld. Dat laat je toch ook gewoon beleggen? Door Alex. Laten beleggen door Alex. Wel zo makkelijk. Weten of laten beleggen iets voor u is? Vraag de startbox aan op alex.nl. Kies alleen vandaag nog bijvoorbeeld voor heerlijk verse runderfiletlapjes. Nu 2 pakken voor maar €6. Dan spaar je gelijk voor gratis verse barbecue-producten. Haal nu je spaarkaart in de winkel. Lidl, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Wilt u weten of laten beleggen iets voor u is? Vraag de startbox aan op alex.nl. La 2008, elle a le grip control? Allez-y. La nouvelle boîte automatique, elle l'a?
Oui, elle l'a. Et le combiné tête haute, elle l'a? Weer Peugeot in uw Peugeot. Tot en met 16 mei krijgt u alle opties voor 50%. Deze actie geldt bovenop alle andere acties. Kijk op Peugeot.nl. Jack, Clooney. Espresso. What else? Double. What else? Why, thank you. Double what else? What more? What else? Nespresso. What else? Alles voor beginners en wedstrijddarters vind je in de shop op rtl7darts.nl. Limited editions en spectaculaire aanbiedingen. Vandaag besteld is morgen in huis. Echte darters gaan dus naar de shop op rtl7darts.nl. Een verjaardag als vorig jaar? Dacht het niet. Boek een vlucht en hotel met Expedia en bespaar geld. Dat je daarna aan iets geweldigs kunt besteden. Expedia.nl. I can see clearly now the rain is gone. Wij van Hans Anders kennen Puk sinds ze laatst met haar moeder langskwam. Puk ging steeds dichter bij de tv zitten en dus hebben wij een gratis oogmeting gedaan. We hebben haar doorgestuurd naar de oogarts, want ze bleek inderdaad niet helemaal scherp te zien. En nu ziet ze de wereld door haar nieuwe bril. Een roze bril natuurlijk. Hans Anders, opent je ogen. Sunshiny day. Er zijn praters en er zijn doeners. Praters praten. Doeners doen dingen waarover gepraat wordt. Praters kunnen zich het gevoel voorstellen. Doeners kennen het gevoel. Nissan, al sinds 2010 wereldwijd voorloper in 100% elektrische auto's. De Nissan Leaf. Nu met een actieradius tot 250 kilometer en 5 jaar lang slechts €49 netto bijtelling per maand. Nu bij Hans Anders. 2 brillen voor de prijs van 1. Allebei met dezelfde topkwaliteit montuur, glazen en extra's. Zo is je tweede bril echt helemaal gratis. Sorry, where would you go? Dacia, voor mensen die uitstekende keuzes maken. Dacia Logan MCV vanaf €11.790. Hoe werken robots? Je hebt een team nodig dat samenwerkt en allerlei functies vervult. En de beste plek om de baan te vinden die bij jou past, is op Indeed. Wereldwijd de nummer 1 vacaturesite. Indeed, how the world works. Kom naar de Dacia Deelt Uitdagen bij de Dacia dealer en krijg een accessoirepakket van €500 cadeau. Uitstekende keuze. Pak aan, jongens. Nu echt krokant uit de oven. Mijn nieuwe vissticks. Met heerlijke visfilet. Ja, laat ze niet van je bord eten. Onze lekkerste visstiks ooit. Altijd krokant. Nu ook uit de oven. De nieuwe visstiks van Iglo. De nieuwste snoerloze stofzuigers van Dyson genereren 2 keer de zuigkracht van andere snoerloze steelstofzuigers. Om uw hele huis schoon te maken. Van boven tot beneden. Laat je brandend maagzuur snel verdwijnen met het nieuwe Rennie Express poeder. Verrassend fijn poeder met een verfrissende smaak dat direct oplost in je mond. Nieuw Rennie Express poeder.